Oké, en de winnaar is... Deze week lazen we dit in de krant. Siberische husky Matties verzot op een motorrijden. De wind, de geuren, ze vindt het geweldig. Een hond uit Kortrijk doet niets liever dan het zijspan van haar baasje meerijden. Ja, ja, ze zijn er gewoon, hè. Ja. Geef ze een applaus, Maarten en Matties. Samen op de motor, samen op de motor. Rijden we hoog en laag, rijden vroeg, rijden samen op de motor. Wat een entree, fantastisch, fantastisch. En Kino blijft zo braaf zitten, ongelooflijk. Zeg een keer, Maarten, wat vindt Matties zo leuk aan motorrijden? Ah, ze vindt het echt super. Het is... Ze vindt gewoon de vrijheid van motorrijden fantastisch. En ze wil altijd mee met mij. Ik ga eigenlijk nooit zonder. En dat neusje staat nooit stil. Ja, en ze heeft ook een prachtige bril. Is dat een speciale hondenbril? Ja, inderdaad. Die bril is speciaal ontworpen voor honden. En ik gebruik die eigenlijk bij haar voor, natuurlijk voor de zon, maar ook voor steentjes, opvliegende steentjes. Ah ja, juist. Ja. Zeg maar, zit die goed vast? Dat hij zo'n bocht pakt? Oh, maar wat Nee. Ze heeft, dus haar gareeltje hangt eigenlijk over haar borst. Ja? En daarbij hangt ze eigenlijk vast aan het bagagerek met een klimhaak. Dus Matieske kan nooit eruit vallen? Nee, ze kan er nooit uit. Ja, of als ze eruit springt, dan blijft ze eraan hangen. Oh. Ja. Maar dat wil niemand maken. Nee, dat wensen we haar niet toe, natuurlijk, hè, Matties. Goed, ik zou zeggen, hier is de award. We zullen hem voorlopig hier zetten. En dan kun je hem straks helemaal ontsmetten en mee naar huis nemen. Super. En ja, misschien tot slot dan een dankwoord of zo. Ja. Oké, super. Dank u wel. Ik wil heel graag mijn vriendin bedanken. Omdat ze in het begin, omdat het te koud was, niet eens meegaan. En daardoor Matties wel mee kon in de zijspan. Maar daarnaast ook natuurlijk het klassieke. Wil ik heel graag mijn familie bedanken. En namelijk mijn vriendin. Dank u wel. Dank u wel, Maarten en Matties.